Voorzitter, dank. Deze premier heeft 13 jaar lang altijd het initiatief weten te houden. En daar liepen we altijd als Kamer vaak achteraan en tot op het laatste moment heeft hij dat hier weten te doen. En we hebben de afgelopen jaren ontelbare keren de degens gekruist. En een enkele keer waren we het eens. Meestal stonden we lijnrecht tegenover elkaar. Maar wat ik tegen je zou willen zeggen, Mark, ik maak het iets persoonlijk, maar ik hoop dat de voorzitter dat toestaat, is dat ik wat ik heb gewaardeerd in al die keren dat wij zo met elkaar stevig de degens hebben gekruist, dat het nooit persoonlijk is geworden. Dat we het altijd inhoudelijk hebben gehouden. En dat is denk ik wat kenmerkend moet zijn voor onze democratie. Waarin je het op de inhoud onwijs met elkaar kan verschillen. Respect kan hebben voor de persoon. Daarom vond ik de woorden van de heer Wilders ook terecht en goed. Dat poetst niet weg dat je het met elkaar oneens bent, maar het is de keuze die er is voor de richting van een land. Voorzitter, dat gezegd hebbend, heb ik eerder ook gezegd dat de val van dit kabinet onvermijdelijk was. En daarmee ook het opstappen van deze minister-president. En ik ben blij dat het niet tot een motie is gekomen, maar dat hij zelf die conclusie vandaag heeft getrokken. Want het is het einde van een tijdperk. De keuzes die de afgelopen jaren zijn gemaakt, het waren niet mijn keuzes. En we moeten een andere weg inslaan met Nederland. En de afgelopen 2 jaar heb ik me echt ronduit geërgerd aan hoe dit kabinet opereerde. Jullie hielden elkaar in een wurggreep, kwamen niet verder. De belangrijke besluiten werden gegijzeld, of het nou ging over stikstof. Of als je wel verder probeerde te komen, kon het alleen als er heel veel geld werd uitgegeven. Bijvoorbeeld bij klimaat, maar die fundamentele keuzes die nodig zijn om Nederland verder te helpen, die kwamen er niet. Meer dan 1 miljoen mensen die straks in armoede leven. Dat vraagt om andere beslissingen. En we gaan een hele stevige campagne tegemoet, omdat Nederland de keuze heeft in wat voor land ze willen leven. En de campagne die wij samen met de Partij van de Arbeid zullen voeren, het zal niet alleen maar mooi weer zijn. De keuzes waar we staan zijn groot. De transities die er zijn, zijn immens. En het is ons menens om ervoor te zorgen dat kinderarmoede en armoede in het land wordt teruggedrongen. Maar dat gaat niet zonder herverdeling. En zullen er ook mensen zijn in dit land die moeten inleveren? Het is misschien niet leuk om te vertellen, maar het is wel de waarheid. En ik vind dat politici te vaak zijn weggelopen voor die waarheid. En hetzelfde geldt voor migratie. Ook daar zal je moeilijke besluiten moeten nemen. Maar we komen er niet door alles op één hoop te gooien. Door iedere migratie hetzelfde te noemen. En om daar politieke spelletjes op te spelen. En op stikstof, dat zal een heet hangijzer worden. Maar we moeten dit land verder helpen. En dat zal consequenties hebben voor de wijze waarop boeren hun bedrijven vormgeven. Maar ik beloof u, we zullen naast die mensen staan. En we zullen het samen doen, hoe hard het ook is. Dat is waar wij de komende verkiezingen ingaan. Maar voordat het zover is, moeten we er wel voor zorgen dat dit land niet tot stilstand komt. En het kabinet is demissionair, maar dat is de Tweede Kamer niet. En wij voelen de verantwoordelijkheid om vanuit de Tweede Kamer ervoor te zorgen dat die dingen doorgaan die door moeten gaan in dit land. Dan denk ik specifiek aan wat we moeten doen om ervoor te zorgen dat mensen dit najaar niet verder wegzakken in de armoede. Dan voel ik specifiek om te kijken naar wat er nodig is om ervoor te zorgen dat de transitie die nu is ingezet op klimaat, dat die niet helemaal stilvalt. Wij voelen die verantwoordelijkheid. We zullen die verantwoordelijkheid vanuit de Tweede Kamer ook nemen. En ik hoop dat we dat met elkaar ook hier kunnen doen. Voorzitter, ik kom tot een afronding. Ik dank nogmaals de minister-president voor zijn ontzettende inzet de afgelopen jaren. En ik kijk ontzettend uit naar de campagne die voor ons ligt. De Partij van de Arbeid en GroenLinks hebben gisteren iets unieks aangekondigd. Ik ben dol op al mijn collega's hier, laat ik dat eerst zeggen. Maar de versplintering is misschien wel een klein beetje doorgeschoten. En wat wij proberen te doen, is ervoor zorgen, doordat wij samenwerken over onze eigen schaduw heen te stappen, om ervoor te zorgen dat er straks weer een heel groot, stevig linksblok hier in deze Kamer zit, waarmee we het verschil kunnen maken. En daarmee hoop ik vurig dat 2023 een keerpunt wordt. Dank u wel. Dank u wel, meneer Klaver. En dan geef ik het woord aan mevrouw Kuiken, PvdA. Voorzitter, ik vind dit een moeilijk moment.